Dit is Gelderland Helpt. 3 weken geleden deden we een oproep voor ouderwetse telefoons. Oh, ben je mooi. Oh, die worden namelijk omgebouwd tot groot plezier van de ouderen. Dat heb ik in jaren niet gezien. Maar we beginnen met Stichting Hand in Hand voor Syrië. Wij focussen op onze slachtoffers van de oorlog die in Syrië binnen de grens onthemden en niets meer hebben. En daarvoor zorgen wij vanuit Nederlands humanitaire hulpspullen te kunnen verzamelen en wordt verscheept vanuit onze opslag door haven in Rotterdam naar Latakia in Syrië. De meeste slachtoffers van oorlog die zijn kinderen, bejaarden of de dames, vrouwen. Ik kom oorspronkelijk ook uit Syrië, uit Damascus. En heb ik heel goed netwerk van verleden. De meeste wat ik zelf gezien had afgelopen 3 jaar, toen eerste bezoek van mij naar Syrië. Om te kijken hoe gaan die spullen daar, hoe wordt uitgedeeld en aan wie wordt uitgedeeld. Dus heb ik in mijn ogen gezien. En zag ik heel veel kinderen van armoede dat ouders, van ouders moesten naar werk gaan en school verlaten. En deze kinderen hebben geen genoeg basislevensspullen om, of ouders ook, om hun carrière, hun leven als een kind te kunnen verder ontwikkelen. Met de oorlog zijn veel scholen die met geweld kapot geweest. Bijvoorbeeld tafel en stoelen, geen borden. Ik heb tot nu toe ongeveer 300 tot 400 tafel en stoelen van basisschool gestuurd naar Syrië. En zoals jullie zien, dat mijn collega's vrijwilligers mee bezig met schoenendozen. Ik koop als stichting schriften, bennen. Botloden, kleurpapier, etuietjes, alles wat nodig voor kind om naar school te gaan. Dan stoppen we in en wij sturen met de container mee. Er zit een schrift erin, kleurpotloden, pennen, tandenborstel. Iedere doos is wel weer anders, maar er zit wel wat lesmateriaal in en een knuffeltje. Wat shampoo en dat zijn de basic dingen die waar ze daarom zitten te springen. En die wij, hier wordt het opgehaald, wordt gedoneerd. Dus wat wij zoeken, gewoon spullen voor school. Schoolmateriaal, tafel en stoelen, maar ook schriften, bennen, botloden, buntslijber, gummetjes en alles wat voor kinderen nodig binnen een school. Dus allerlei schoolspullen en knuffels voor kinderen in Syrië. Gelderlandhelpt.nl. 3 weken geleden deed Jan-Jaap Leidekker van Syrenlo deze oproep. We zijn op zoek naar telefoons met een draaischijf. Die willen we laten ombouwen tot wonderfoon voor mensen met dementie. Gebleken is uit onderzoek dat de draaischijf in het geheugen blijft hangen bij cliënten en onder de nummers kunnen we allerlei muziekjes plaatsen uit die tijd. En op die manier kunnen we cliënten helpen naar een leuker leven. Oh, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi, zo mooi. Er is met ontzettend veel enthousiasme gereageerd op de oproep. Inmiddels hebben we 21 telefoons binnen en ik denk dat er nog een kleine 10 onderweg zijn. Nou, doordat we nu heel veel telefoons hebben binnengekregen, kunnen we daadwerkelijk aan de gang gaan met het ombouwen naar de Wonderfoon. Op dit moment zijn er 4 die al omgebouwd worden tot Wonderfoon.
We zijn heel blij dat er zoveel telefoons binnen zijn gekomen. En we willen iedereen ook hartelijk danken voor de medewerking. En we gaan zorgen dat alle telefoons een goed plekje gaan vinden. Dat heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi, zo mooi.